De SP heeft op dit moment toch een interruptie voor u. Ja, voorzitter, het ging even over het punt van huisjesmelkers. En u mag ze malafide noemen, maar het zijn gewoon huisjesmelkers die mensen inderdaad een poot uitdraaien. Die intimideren, jongeren bedreigen, veel te veel huur vragen. Ik ben 38. Ik denk dat ik 20 jaar bezig ben geweest in Groningen om andere partijen te overtuigen dat er een keihard beleid moet komen tegen dit soort types. Het gaat gepaard met extreme vormen van criminaliteit. En niet alleen maar in mijn stad, niet alleen maar in Groningen, eigenlijk in alle studentensteden. Het zijn echte zonnekoningen met Maseratis, rijden ze rond. Ze bedreigen mensen, ze stoppen woningen vol met Polen, Bulgaren, studenten. Echt, het kan niet gek genoeg. Mijn vraag aan u is, als u dit nu bij de minister neerlegt van, goh, kunnen we daar niet iets aan gaan doen? Wat is uw alternatief? Want wat mij betreft zijn er geen voorstellen die ver genoeg gaan om dit nu echt aan te pakken. En dan denk ik ook aan onteigening. Als laatste stap, als laatste vorm die er is. Want er is veel te veel gedreigd met boete of beheer. Dank u wel. En al dat soort halve maatregelen. Dus ik ben ook benieuwd, wat wil Nieuw Sociaal Contract doen om deze types echt goed hard aan te pakken? Voordat u antwoord geeft, mevrouw Wilde.